Ja, en dan zijn we terug met onze volgende gast en dat is niemand minder dan de heer Mahinder Kumar Jogi, VHP-DNA-lid. En gisteren hebben we de huishoudelijke vergadering gehad en we willen even weten van deze parlementariër hoe deze vergadering is verlopen. Heer Jogi, goedemorgen, welkom in Mantetaki. Goedemorgen. Ja, rustig maar. Hoe gaat het met u? Ik ga. Ja, va meeting, waka is dit? Een meeting waar ik boem en zoals altijd heeft de NDP-fractie zich weer misdragen. Toch? Dat is gebeurd gisteren. Nou, maar kunt u de samenleving even vertellen? Wat is precies het probleem? Wat is precies gebeurd? Want voor Luku, voor Lazy boem zijn in een bijzonder NDP-fractie schreef je dat je was aan go verkeerd, toch? Nee. De NDP-fractie moet de handen in eigen boezem steken. Luister, het parlement is een onafhankelijk instituut. Er is een wisselwerking tussen regering en parlement. En in het kader van die wisselwerking heeft de president van de Republiek Suriname, de heer Santokhi, een brief geschreven naar het parlement, naar de voorzitter van het parlement, waarin kort inhoudelijk wordt aangegeven van luister, er komt een steringcomité van NRA en de regering vraagt het parlement of het parlement ook daarin een bijdrage wil leveren. Wij weten dat wij als parlement niet in het bestuurlijke zitten en mogen zitten. Dat weten we. Daarvan zijn we helemaal doordrongen. Toen hebben we gezegd van luister, NRA is erg belangrijk en we willen zitten in het steringcomité, maar als observer, als toehoorder, wij gaan geen bestuurlijke taken uitvoeren daarin. We gaan daar slechts om te zien wat er daar gebeurt, kennis en inzichten te verzamelen en dat te delen met het parlement. En later kunnen wij ertoe overgaan om zelf een commissie in het parlement in het leven te roepen dat met NRA en regelingen daarom met zich te maken heeft. Mm-hmm. Ik heb zelfs het voorstel gedaan van luister, laten we ook vragen aan de president of we niet iemand van de oppositie ook mogen zetten daar als observer. Eén van de coalitie, één van de oppositie. Dat ding moet later uitgroeien tot een commissie van het parlement. U moet weten dat NRA te maken heeft met heel veel wetten die gemaakt moeten worden en wetten die aangepast worden. En dat is het kader waarbinnen het geheel geplaatst moet worden. Wanneer de steringcommissie daar bezig is en je zit daar als observer en je kijkt wat er gebeurt en je ziet welke wet er gemaakt moet worden, je ziet welke aanpassingen er moeten komen, je weet waarom dat moet komen, dan kan je als observer het parlement informeren. En nogmaals, het was de bedoeling, dat voorstel hebben wij gedaan als coalitie, om uit te groeien later tot een commissie in het parlement zelf, die zich zou bezighouden, precies zoals die COVID-commissie er is, precies zoals er een klimaatcommissie er is. Dat zouden wij in het vervolg gaan worden. Maar de mensen van de oppositie, zoals altijd, begonnen moord en brand te gillen. Waarom het niet moet en waarom het niet kan. En ze hebben hun mening en ze hebben hun mening kenbaar gemaakt. En ze hebben niet deelgenomen daaraan. En toen hebben wij iemand alvast voorgedragen, de heer Gayadin, als voorzitter van de vaste commissie Financiën, om als observer, als toehoorder daar te zijn en de zaak gade te slaan voor ons als parlement, zodat wij vanuit iemand uit het parlement de eerste hand informatie kunnen krijgen wanneer wetgeving, aanpassing behoeven of nieuwe wetgeving gemaakt moet worden. Dat is dat hele eiland en niks anders. Ja, maar vanuit de oppositie moeten we vernemen dat deze kwestie is doorgedrukt en deze regering geeft altijd aan, we staan voor goed bestuur, transparantie en al. Dus als ja, we het zo horen, dan je digge even toch? Nee. Wij gaan voor goed bestuur. Wij gaan voor transparantie. De president heeft een brief geschreven. Wij hebben daarop een mening geformuleerd. We hebben dat voorgehouden aan het parlement. We hebben de oppositie daarin ook willen betrekken. Ik heb het voorstel zelfs gedaan dat we ook iemand van de coalitie, oppositie erin zetten. Wat is dan daar mis met behoorlijk bestuur? Wat is daar mis met openbaarheid van bestuur? Wat is daar mis met transparantie? Mm-hmm.
10 jaar lang is de NDP aan de macht gezeten. Hoeveel wetten hebben zij aangepast en gemaakt met betrekking tot NRA? Wat hebben zij gedaan? Moeten we toestaan en nalaten om te handelen dat het land wordt geblacklist? Dat zaken doen voor onze mensen hier moeilijker wordt en onmogelijk wordt in het land? Wij kennen onze verantwoordelijkheden. Mm-hmm. En als zij niet willen meewerken, dan is dat hun zaak. Maar wij hebben alle ruimte geboden om samen te werken en mee te werken. Wij gaan ons niet laten leiden door die oppositie. Dat moet duidelijk zijn. In het parlement, in die democratie, is het uiteindelijk een spel van meerderheid en minderheid. En wanneer u een andere mening hebt en u persisteert te volharden in uw mening, dan hebben we één keus. En dat is inderdaad te laten zien dat we een meerderheid hebben. En wanneer wij dat moesten doen, hebben wij dat gedaan. Wat is fout eraan? Ja. Heer Jogi, hoe verder? De heer Aziz Gayadin is al voorgedragen. Hoe verder hiermee? Meneer Gayadin moet als observer daar de zaak voor ons gadeslaan. Mm-hmm. En hij zal verslag moeten uitbrengen aan het parlement. En wanneer wij als parlement, naar aanleiding van de informatie welke hij zal delen met ons, maar ook de regering zal delen met ons, van oordeel zijn dat we een eigen parlementaire commissie of voor NRA moeten benoemen in het parlement, dan gaan wij dat doen. Ja. Er moeten heel veel wetten gemaakt worden. Dus dat zou mijn volgende vraag zijn. Er moeten heel veel wetten gewijzigd worden. Daar gaat het om. Dat zou mijn volgende vraag zijn. Lopen we niet achter? Want er is toch een ultimatum gesteld? Begrijpt u die haast? Dus het is niet zo dat we iets doordrukken. Wij willen die samenleving niet in een avontuur storten. En je bent geen eiland in de wereld. Je moet je wetten in place hebben. Je moet die aanpassingen plegen. Je moet meegaan met internationale verdragen en conventies. En je moet huiswerk maken. De NDP heeft een tactiek van, de oppositie heeft een tactiek in het parlement die ze hanteren om dingen te vertragen. Dat is een tactiek. Toch? En ik bedoel, wij willen wel passen op onze ganzen hoor. Oké. Maar kennelijk is hun tactiek dit keer niet gelukt. Het is niet gelukt en dat heeft gewerkt voor irritatie en wrevel bij hun. En ze hebben een eigen interpretatie gegeven aan de zaak, alsof wij onze meerderheid gebruiken om zaken door te drukken. Dat is niet zo. Oké. Nee, heer Jogi, dat hebben we net begrepen. Wanneer is de volgende vergadering hieromtrend? Nou, donderdag komen we weer bijeen in huishoudelijke vergadering. Laat me kijken wat de agenda wordt en dan gaan we verder met het werk. Oké. Hartstikke bedankt voor de bijdrage. Dank je. Aboen, heer Jogi. Beste kijker, dat heeft u dat gehoord. We hebben gesproken met Mahinder Jogi en hij heeft zijn mening gegeven met betrekking tot de situatie gisteren in het parlement tijdens de huishoudelijke vergadering. Het gaat erom dat er vanuit het parlement een vertegenwoordiger voorgedragen moeten worden die als observer moeten dienen als het gaat om NRA. En in deze case heeft de heer Mahinder Jogi zeg maar een beetje uitgelegd wat allemaal in het parlement heeft plaatsgevonden.